gaan dit keer hebben over het differentieel. Misschien wel een van de mooiste stukjes mechaniek in de auto. Wat? Sommige auto's hebben er wel meer dan één, maar daar kom ik zo op. Maar het doel van het differentieel, dat is het opvangen van toerenverschillen. En ik zal uitleggen waarom. Wanneer we met een auto door een bocht rijden, dit is een wiel en dat is een wiel. En dan hebben we hier de ingestuurde wielen. Dan zal je zien dat die auto maakt een bocht. Voorwielen gaan die kant uit. De bochtstraal voor het buitenwiel is groter dan voor het binnenwiel. Dat betekent dus dat het buitenwiel dat legt een grotere afstand af. En ja, als we het vast aan elkaar binden, dan gaat het wringen en misschien wel afbreken. Als je tenminste een achterwielaandrijver hebt, is dat hier het geval. En heb je een voorwielaandrijver, dan is dat daar het geval. En heb je een vierwielaandrijver, dan zijn voor- en achteras met elkaar verbonden. Dan zou het ook nog af kunnen breken, want die vooras die legt weer een ruimere baan af dan die achteras. Nou, dat lossen we op door differentieels toe te voegen. Afhankelijk van waar de aandrijving plaatsvindt, kun je er 1, 2 of 3 differentieels in hebben. Gaan we even uit van de achterwielaandrijver, dan komt daar de kardanas. Die komt naar achteren. Dan hebben we hier een schuin tandwiel. En dat drijft dan de achteras aan. Met hier een wiel. En daar een wiel. Nou ja, maak hier ook een mooi tandwiel van. Zolang we rechtuit rijden is er natuurlijk helemaal niets aan de hand. Maar ja, dat doen we in de meeste gevallen niet de hele tijd. Maar om een idee te krijgen hoe we het op kunnen vangen, dan gaan we naar het differentieel. En daarvoor stappen we even uit de auto. Je moet je voorstellen, twee strips met een vertanding. Ik zal ze even tekenen. En hier een strip met hier een vertanding. En we hebben hier een strip met een vertanding, tandheugel noemen we dat. En dan zetten we tussen die twee strips een tandwiel. En dat tandwiel dat wordt ingeklemd door die twee strips. Nou, en wanneer het bij elkaar blijft en ik trek aan dat tandwiel, ik trek dat tandwiel naar beneden. Nou, dan zullen die twee strips met het tandwiel meebewegen, want die twee strips die zitten eventjes aan elkaar vast, zullen we zeggen. Die gaan ook naar beneden. Maar wat nu als ik dat tandwiel zit overigens een stift vast, zullen we zeggen. En dat kan er wel omheen draaien, dus ik kan het zo naar beneden wegen. En dat tandwiel kan dan draaien. Nou, als we nu één tandheugel vastzetten, ik zal het weer even tekenen. Zo, dat is de tandheugel aan deze kant. En die zit vast. Dan ga ik hier een tandwiel tekenen. Dan hebben we hier de andere tandheugel. En ik trek weer mijn tandwiel naar beneden. Deze kant die blijft vastzitten. En dan gaat die kant, die gaat wel mee naar beneden. Want dat tandwiel dat kan draaien. Dus dat tandwiel dat loopt langs die stilstaande tandheugel mee naar beneden. En daardoor krijgt de andere tandheugel een snelheid die twee keer zo groot is als die van het tandwiel wat ik naar beneden trek. Het wordt namelijk vermenigvuldigd met de twee maal de straal van het tandwiel, zeg maar. Nou, dit is natuurlijk een tweedimensionale opstelling. Wat heeft dat met een differentieel te maken, kun je natuurlijk afvragen. Nou, dat ga ik je nu schetsen. Om het inzichtelijk te krijgen. Dit is, we noemen ze links en rechts. Ik maak nu van die tandheugels tandwielen. Ook weer met een schuine vertanding. Net zoals we dat daar hebben. En aan deze kant ook. Daar zit ook een as aan. En dat loopt dan weer naar de wielen toe. Ook hier weer vertanding erop. En daartussenin, daar hebben we dat tandwiel weer wat we hier ook hadden. En dat zit op een asje, zo, het asje. En hier nou weer de vertanding. En dan houden we de boel bij elkaar met een huis of een kooi. Maak hier zo een stang aan. En die stang die gaat hier ook weer met een openingetje. En die zit daar ook.
nog even door. Stel dat dit dat is gelager, dat hangt ergens aan. En ik beweeg nu deze as, waar dat tandwiel op zit, naar beneden. Wat gebeurt er dan als ik die naar beneden beweeg? Dan draaien die twee tandwielen, die draaien mee. En dan hebben we eigenlijk die situatie. Maar wat nu als ik deze as weer vastzet, net zoals we hier het geval hebben, of in ieder geval met een lager toerental laten bewegen. Die beweegt dan heel langzaam. En dan gaat dit tandwiel, dat gaat weer draaien, net zoals we dat hier gezien hebben. En dan gaat dit tandwiel, dat gaat ietsje sneller draaien, net zoals we dat daar gezien hebben. Dat is eigenlijk de basis van het differentieel. Maar goed, in het echt ga ik hier natuurlijk niet aan een stang hangen. Nee, dit tandwiel, dat zit met een asje vast aan dit huis. En dat houdt hier gewoon op. En dat zit met een lagertje, zit het zo vast, kan het een beetje draaien. En deze stang waar ik net aan trok, die zit er natuurlijk helemaal niet op. Nee, daarvoor in de plaats hebben we een heel groot tandwiel. En dat is dat tandwiel. En dat drijven we aan, van welke kant die dan ook komt, met het kleine tandwiel van de kardanas. Dat is eigenlijk de basis voor de differentieel. Nou, dat kan ik hier intekenen. Dan moet ik even een bordenwisser hebben. Dan gaan we hier de binnenkant eens eventjes een beetje herzien. Want we hadden besloten dat dit af zou gaan breken als we de bocht doorgingen. We hebben hier alweer het asje wat van het ene wiel komt. Daar zit een konisch tandwiel op. En dat hebben we aan deze kant ook. En die zit vast in een huis. En daar kan de as doorheen. En aan deze kant gaat de as natuurlijk dwars door dat tandwiel heen. Maar dat geeft niet. En dan hebben we hier alweer dat dit tandwiel. Dat zit met een asje vast aan het huis. En om de boel mooi op zijn plek te houden, doen we er gewoon aan deze kant nog zo'n mooi tandwiel bij. Dan klemmen ze elkaar allemaal mooi vast in het huis. En dan hebben we een open symmetrisch differentieel. En ja, dat kan hier zitten, of daar zitten, daar. Maar de basis is nou altijd deze tandwielconstructie. Eigenlijk is dat differentieel een driedimensionale versie van een planetair tandwielstelsel. Want, dan gaan we even de dingen een naam geven. Deze twee tandwielen, dat worden zonnewielen genoemd. Nou, dat wordt ook gebruikt bij een planetair tandwielstelsel. En deze twee tandwielen, dat noemen we satellietwielen. Komt ook bekend voor. Nou, ik zal je eventjes met een paar tussenstappen leiden naar dat planetair tandwielstelsel. Dan hebben we hier weer het grote buitenste tandwiel. Etcetera. En nu gaan we de boel. Kijk, hier hebben we weer de as naar het wiel. Nu komt er hierdoor. Dan hebben we hier een zonnewiel. Maar die maken we nu wat groter dan die aan de andere kant. En dat betekent dat de satellietwielen onder een hoek komen te staan. Want ja, er past natuurlijk geen rechthandwiel meer tussen. Dus dat moet onder een kleine hoek. Zit dat ertussen. En aan deze kant ook. Nu hebben we een asymmetrisch differentieel. En dat zou je bijvoorbeeld daar kunnen gebruiken als je de vooras minder koppel wil geven dan de achteras. Want de krachten aan de uiteinden van de satellietwielen die zijn altijd even groot links en rechts. Of je zou nu kunnen zeggen voor en achter. Dan maken we dit de achteras en dat wordt de vooras. Die krachten zijn even groot, maar die krachten die werken hier op een groter tandwiel met een grotere diameter. Dus een grote koppel naar die kant en hier een kleine koppel. Nou, we kunnen die satellietwielen nog een paar graden doordraaien en op een gegeven moment staan ze haaks op dat wiel. Dan ga ik even aan deze kant verder voor de ruimte. Dan worden de tandjes die worden helemaal recht aan deze kant. En hier weer het zonnewiel. Ik kom hier met een satellietwiel en daar met een satellietwiel. En die zitten met elkaar verbonden met een drager. Dus een beetje bij elkaar in de buurt blijven. Nou, het zonnewiel wat naar de achteras gaat in dit geval,
Dat wordt zo groot dat de vertanding, die maken we aan de binnenkant. En dan zetten we de hele boel aan elkaar. En dan hebben we een planetair stelsel. Nou, als we dat een kwartslag draaien, dan zou dat er dus zo uitzien. Zo. Nou, voor het evenwicht is het natuurlijk mooier, en dat is ook in de praktijk vaak het geval, dat daar meer satellietwielen tussen zitten. Dus je kunt er daar 3 zetten of 4. Kan de hele boel geen kant uit. Dan heb je een planetair stelsel. Nou, dit zijn eigenlijk de basics achter het differentieel.